Bedenk nou wat je niet hebt gezien. En nu ik aan het fietsen ben, denk ik al wel. Ik heb nog een kras binnengekregen. Niet? Jawel. Goedemorgen, het is maandag en ik ben net wakker geworden. We mogen zo weer naar school. Maar goed, we hebben maar 4 dagen school vandaag. Vrijdag is Goede Vrijdag. Dan weekend, dan nog tweede paasdag erachter en een studiedag erachter. Dus daarna is het gewoon, het is 4 dagen school, 5 dagen vrij. En daarna 3 dagen school, dus ik mag niet klagen. Sarah, kom eens, ik zie iets. Nou, Mila is er ook al. Kijk nou wat je niet hebt gezien. Voor je wel, misschien heb je het wel gezien. Dat heb ik al gezien. Ik heb er al wat is dat? Gezien. Wat 5%. Is dat? Hoe kom je daar aan? Door mijn tand. Kijken, je muntje. Van de tandenvee. Ik ben weer aangekleed. Shirtje is van Sheebroek Levi's. Laarsjes zijn van Geox. En dan heb ik weer mijn oorbellen. En gisteren zei ik dat deze van Mimosa zijn. Maar ze zijn van Missoma. Mimosa is natuurlijk wat anders. En deze oorbelletjes zijn van Anahai. Goedemorgen, Mila. Even stop te zeggen. Hey Google. Mila stop is tegenstellig ook weer. Meiden zijn op school. Het waait trouwens best wel, dus ik hoop dat ik te horen ben. Maar goed, ik had een t-shirtje aangedaan, want het wordt vandaag 18 graden. En nu ik aan het fietsen ben, denk ik, oh, het is koud. Ik heb het echt heel koud. Lopend viel het net wel mee. Maar het is ook heel veel schaduw. Ik denk dat dat scheelt. Het zal dadelijk wel beter worden. Ik heb nog post binnengekregen. Ik ben heel benieuwd. De laatste tijd vaak dat dingen niet passen, maar ik zit momenteel tussen maten in. Dus daardoor werkt het vaak niet. Normaal heb ik altijd XS en nu zit ik tussen XS en S in. Dan hoop ik als we wat normaler kunnen leven weer, dat ik weer naar de XS ga. Maar goed, ik heb deze trui besteld. Is ook van Selected Fem. Ik heb altijd heel veel trui van Selected Fem, omdat ik vind dat hij hele leuke fijne truien heeft. En ze zijn vaak zonder wol. En ik ben heel erg allergisch voor wol. En ik koop ook heel vaak truien in de zomer. Of als we richting de zomer gaan. Want dan heb je dus ook minder truien met wol. Ik ga deze even passen. Ik kom wel hier overheen natuurlijk. Alleen maar een t-shirtje aan. Oh, houdt ze niet van om dingen over elkaar te passen. Ik denk dat dat nu nog moet gaan. Even kijken. Ik denk dat ik deze wel oké vind. Hij trekt nu iets op de mouw, maar volgens mij komt dat door het t-shirtje. Nu zit hij hier ook, maar de stof zit opgepropt. En dan denk ik wel heel leuk. Ja, dit neem ik even een trui. Want ik had dus een andere gebreide trui die ik heel vaak droeg. Het is voor mij moeilijk om gebreide trui te vinden. Maar daar kom ik dus momenteel gewoon niet in. Die is en kleiner en door het dragen en wassen lijkt die ook wel nog wat kleiner te zijn geworden. Want ik ben wel vaker dat ik iets zwaarder was en dan paste ik hem wel. En echt, nou, vooral bij die armen, dit zit zo strak. Dus dat trekt ook helemaal weg. Dus dat zit alles wel fijn. En als je elke keer denkt, wat is dit hier? Dat is de tape tegen de hooikoort. Maar goed, ik vind deze dus wel heel erg leuk. Het is toch een XS, maar hij zit wel goed. En vaak heb ik, als ik dan iets zie, dan is er maar één van de twee maten ook beschikbaar. Dus heel veel keuze heb ik niet. Ik ga even het kaartje eraf halen en dan gaat deze mijn kast in. Ik ben wel onderweg naar school. Ik moet zeggen, het is wel lekkerder nu. Het is een beetje jammer van het windje, maar net had ik het echt koud op de fiets. En ja, nu is het goed te doen. Alleen de tijd gaat zo verschrikkelijk snel.
Dus ik heb bij lange na nog niet gedaan wat ik allemaal wil doen. Maar ik moet dat ook echt gaan opgeven. Ik geef mezelf elke keer veel te veel te doen. Dat is niet haalbaar. Dus ik ga gewoon zien hoe ver ik kom vandaag. Nu eerst zo even gezellig lunchen met die meiden. Ik ben ook klaar met eten. En deze dametjes doen er iets langer over. Nou, jij bent bijna klaar, Mila. Maar we waren heel snel aan de school, nog eerder dan Natasja. Ja, jullie kwamen het plein al af. Maar jullie liepen om 12 uur het plein al af. Normaal mogen jullie pas om 12 uur de klas uit om je schoenen aan te gaan doen. Dus... Niet? Jawel. Deze dames gaan weer naar school. Ik heb gelijk mijn nieuwe lunchset binnengekregen. Yay. Maar ik ga hem niet nu in elkaar zetten, want ik heb sowieso niet al het gereedschap wat ik nodig heb nu in huis. Dus ik ga even kijken wanneer we dat gaan doen. Maar wel precies als het lekker weer gaat worden dat hij binnen is. Dus ik ben blij. Ik ben met Sarah uit school gekomen, maar die had nog wat schoolwerk mee. Dus ik heb huiswerk. Met... Ja, huiswerk. Maar de huiswerk is schoolwerk. Dus heb ik meegekeken. En nu doet ze het laatste beetje zelf afmaken. En ik ga koken en ik ga macaroni maken. Het was zo grappig en het is echt de zoveelste keer bereid dat Sarah tijdens het eten zegt, dit was gisteren, van, oh mam, we hebben al heel lang geen macaroni op. Wanneer gaan we dat weer eten? Dus ik, nou, morgen. En ik bestel natuurlijk ruim een week vooruit. De vorige keer was dat ook al twee keer. Ik weet niet meer waarmee, maar toen zei ze ook, oh, dat hebben we lang niet gegeten. En dan hadden we het ook precies de dag erna. Het is wel heel grappig dat dat precies zo uitkomt. Even lekker een pastaatje maken. En dan gaan we zo even eten. Dan hoop ik dat het schoolwerk ook af is. En ik wil echt die. Ik wil hem echt zo graag in de tuin. Maar het is even geen beginnen aan in mijn eentje. Oh, en die tape. Ik heb natuurlijk die tape. Oh, dat heb ik vandaag al laten zien. Maar het jeukt niet onder de tape. Maar het jeukt elke keer langs de tape. Echt heel vervelend. Maar oh, ik zal het ermee moeten doen voor nu. Goed. Koken. En nu ga ik dit allemaal even snijden. Oh, dit wordt lekker. Het ruikt ook echt heel lekker. En deze staat ook lekker te koken. De pasta is klaar. Oh. En nu gaan we iets heel leuks doen. Zo, dat wilde ik filmen, maar de pan is een beetje zwaar. Oké, okay, zo lukt het. We gaan... Pas op! Pas op! Sarah, pas op! Wow, we gaan buiten eten! Wil jij mijn trui van, buiten van boven meenemen? Die trui. Die ligt waar je nu bent. Ja. Ik vind het net te fris zonder. Jullie hebben allebei een trui aan, ik niet. Zo leuk, ik krijg altijd briefjes van Sarah. Kaartjes en tekeningen. Oh. Hartjes. Love. Echt zo schattig. Er zit nog een briefje bij. Of in ieder geval, ik denk een briefje. Oh, het valt een beetje moeilijk open zo. Oh. En Sarah kunstwerk. Zo schattig. Ik krijg alleen een beetje heel veel, maar... Kijk hoe leuk. Oh. Dit wordt weer een avondje. Editen. TV kijken. En eten. En ik ga echt proberen om het niet te laten maken. En echt op tijd naar bed te gaan. Ik wil het echt graag kunnen, maar... Ik ben er gewoon slecht in. Dat was weer een beetje een aardige binge-watcher-avond. Dus, ik ga nu opruimen. En ik ga... Dat ga ik jullie laten zien. Het gelijk even... Oh, dat was iets harder dan bedoeld. En zo. Op tijd naar mijn bedje. Dus ik ben weer trots op mezelf. Ik vind echt gewoon een prestatie als ik dus om iets voor 12 naar boven ga. Maar goed, een hele lange tijd geleden van mijn gevoel lukte dat me helemaal niet. Dan was het echt 1 uur half 2 vaak door de week. Dus ik vind het een hele vooruitgang. En ik hou me behalve in de lockdowns aardig aan mijn goede voornemen voor dit jaar. In ieder geval, ik zit te denken, dat was eigenlijk
Maar goede voornemen van vorig jaar nog die ik mee heb genomen. Omdat het leven natuurlijk een beetje anders is gelopen. Maar goed, ik ga nu lekker mijn bed in. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!